Welcome, Scorpionature. It is the week from fertility. Scorpionature, this is the eerste week van oktober. The week begins from 5 to the end with health. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de terugkomst. Now, Scorpionature, whatever the issue and the situatie is, Scorpionature, dat zijn zakenman. Je hebt echt problemen met een weesgel persoon en verdriet over een situatie. Maandag is de energie van vuur. Maandag, dinsdag is some sort of informatie come out, een beoordeling over heel veel geld in een corporation institution. Woensdag, ziel, de waarheid komt uit over conflicts, over heel veel geld. Donderdag, mensen komen achter some sort of informatie over een waterman vehicle of tweeling. Dan zien wij dat mensen komen achter some sort of informatie over de samenwerking van een ramelier of boodschappen man en een weeskel persoon. De mensen hebben gezien hoe een false a situatie is creëren. Saturday is some sort of an emotional situatie, some sort of an emotional informatie dat je hebt gekregen. Informatie dat je was niet van op de hoogte voor some of van jullie Scorpio energy, however that is. Mensen komen achter hoe een leer of een situatie kan manipuleren. Mensen zien the deceptiveness of a leer zakenman en hoe een leer zakenman have created some sort of a deceptive situatie waar deze man verdient. Heel veel geld. Ze komen achter hoe hij heeft het gedaan. Dat is some sort of a beoordeling omdat de waarheid komt uit over een Leo en hoe een Leo is collaboreert met andere mensen om andere informatie te falsify, te krijgen, te gebruiken. Je wordt victorious over een jonge persoon. Deze is een ramelier of een boodschatter. Je komt achter deze jonge dame of jonge man heeft gecollaboreerd met een oude man om informatie te intercepten of te scapen. Mensen zien hoe samen een jonge ramelier of boodschapper heeft gewerkt met een oude man. En deze oude man heeft deze mensen verstuurd. Of ze krijgen documentatie en stuurt ze en zet ze in certain corporation institution. En daar hebben ze mensen informatie kunnen falsificeren. En dit is wat ik heb gezegd, dames en heren. Het is beter voor jou als je gaat op zoek naar een baan, naar ik zou zeggen, ga bij de CWI. Je informatie is, ik weet het niet meer, dames en heren. Maar er is twee dingen dat ik kan zeggen tegen jullie. Niet gaan vind some sort of a manier. Omdat er zijn sommige organisaties ik vertrouw niet voor een meter. En dat zijn, ik zeg geen naam. Gewoon zoeken voor een bekende, ik weet het niet. Het is niet de organisatie, het is de mensen dat in de organisatie dat werken. Het is niet echt de organisatie, het is de mensen dat doen ze foute dingen onder de tafel, oké? Dus ik weet niet wie is goed, wie is niet goed. Je moet een reputable plaats. Het is beter dat u zelf het zoekt. Dan weet je dat waar je hebt je informatie gestuurd. Omdat alle deze bemiddelen derde partij verwerkt. Ik zou zeggen, schaf de haven omdat hun gebruik je informatie, oké? Headhunters en dat soort van dingen. Nee, schaf me af, knip me af. Nee, deze mensen is niet te vertrouwen om headhunters. Weet je wat het heet? Headhunters. Waarom gaat ze op zoek naar hoofd, oké? Denk even logie.
Dus ik zou jullie adviseren om even bij een reputable of je gaat zelf naar de bedrijven, stuur je informatie, dan weet je, zorg dat je hebt de naam van de persoon, dat je mail je informatie naartoe. Dat als je weet, als je informatie is verspreid door onauthorized mensen, door om mensen dat je weet hoe je informatie is verspreid, oké? Dat betekent, het is iemand die weet waar je informatie is en kan bijkomen om daar. Daar is gewoon, ik moet jullie adviseren om dat jezelf te beschermen en some sort of informatie watermark of some sort of a lock op je informatie, dat je weet wie opent, wanneer en waar. Er is te veel internet, de diefstal en diefstal van onder mensen, informatie waar mensen kopiëren, je informatie en dat soort of dingen. Het is te makkelijk dat onder mensen accepteren, onder mensen informatie. Het is fout en is te makkelijk om dat om te doen. Dus pas hier op. Maar heel veel van jullie zaken mensen, kom achter, heleboel fault en valsheid en deceptiveness dat was creëren. Mensen gaat echt nou zien hoe een rammelier van boodschatten, hoe deze man hebben informatie ingeschreven, valse verscratie op mensen internet, hoe deze man heeft zoveel informatie over mensen. En ik zie dat iemand dat heeft een bedrijf, je wordt echt boos omdat je komt achter hoe je bent door andere gebruik, je zakelijke relatie, hoe je, ze hebben je verbruik en nou kom je in some sort of problemen met de rechter, oké? Dames en heren, ik moet zeggen bedankt. Ga eens even kijken aan de maandelijke lezing. En ik spreek je wel. Namaste.